We worden met elkaar steeds ouder. Voorbereiden op onze oude dag schuiven we liever voor ons uit. Karin van Poppel was wijkverpleegkundige en de laatste jaren vooral in de ouderenzorg. Karin, waarom moet je op tijd praten over later? Omdat je, als je daarmee wacht totdat er een crisis zich voordoet, dat je misschien geen keuze meer hebt. Dat je gedwongen wordt in een bepaalde richting die je misschien anders had kunnen voorkomen als je er eerder over nagedacht had. En wat zoal? Wat bedoel je daarmee? Is dat wonen? Is dat fit blijven? Nou, allebei. Ik denk dat fit blijven een heel belangrijk item is, want dat voorkomt een heleboel problemen. En wonen, ja, ik denk dat je op tijd moet nadenken over, is je woning nog wel levensbestendig, zoals we dat dan noemen? Kun je nog de trap op? Of moet je eens kijken of er mogelijkheden zijn om beneden een slaapkamer te maken en een badkamer? Zodat het wat beter wordt. En waarom doen veel mensen dat niet? Vinden ze dat lastig om daarover te praten? Ja, ik denk dat het een beetje kop in het zand steken is. Van, ach, ik ben nog hartstikke fit en vitaal. Ik heb mijn partner nog. Wij zorgen voor elkaar. Niks aan de hand. Maar die situatie kan natuurlijk zomaar veranderen. Je kunt zelf iets krijgen of je partner kan wegvallen. En dan kun jij nog alleen jezelf redden. En is dat ook aangenaam of zit je dan echt eenzaam op een eilandje, ver van iedereen? Misschien is het dan ook wel raadzaam om wat aanspraak binnen handbereik te hebben en wat voorzieningen. Bijvoorbeeld dat je ergens bij een eetpunt kunt gaan eten of dat je zelf je boodschapjes nog lopend kunt doen. Dat zijn allemaal heel belangrijke dingen om toch eerder over na te denken. Maar ik denk dat mensen het voor zich uitschuiven van och, het gaat allemaal nog prima. Is dat schaamte of is dat gewoon je gemakzucht? Nou, ontkennen, denk ik. Ontkennen vooral. Van, ach, dat is voor ons helemaal niet nodig. Dat is voor andere mensen. Mm-hmm. Te ver van mijn bedshow. Ja. En kunnen ze ook hulp hierbij krijgen als ze er zelf niet uitkomen? Ja, dat zijn seniorenadviseurs die je daarvoor zou kunnen raadplegen van wat er voor mogelijkheden zijn. Woningbouwverenigingen zijn bijvoorbeeld ook heel erg actief bezig om die doorstroming te bevorderen van mensen die dus alleen in een grote huurwoning wonen. Van goh, die krijgen voorrang voor een appartement bijvoorbeeld en maken daarmee een huurwoning vrij voor jongere mensen. Ja, oké, maar nou praat je over wonen, maar je hebt natuurlijk ook eenzaamheid, het fit zijn. Ja, nou ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat je je sociale context, dat je die binnen handbereik hebt. En dat kun je natuurlijk, je kunt daarmee wachten tot je daar, dat noodzakelijk wordt. Maar je kunt ook eerder denken van, joh, ik moet daar een beetje op voor zijn. Ik moet zorgen dat ik wat mensen om me heen heb, die ik, waar ik een kaartje mee kan leggen of samen mee eten. Dat de ene keer kookt en de andere keer kookt dat. Het ministerie van VBS is een landelijke campagne gestart over dit onderwerp. Klopt, praten over later, ja. En dat heeft eigenlijk dezelfde achtergrond als waar ik net over vertelde. Van, ga er op tijd mee aan de slag. Nou, en je kunt ook niet alles op de kinderen aan laten komen, hè? Nee. Dat is ook wat veel mensen nog denken uit die generatie. Vroeger was dat natuurlijk zo, dat je voor je ouders zorgde en dat je bij je ouders introuwde, zoals ze dat dan noemden. En tot aan hun dood die mensen verzorgden. Maar dat kan tegenwoordig niet meer. Mensen zijn allemaal met z'n tweeën aan het werk. De huisvesting is daar niet geschikt voor. Mensen willen dat ook niet meer. Dus dat moet je ook niet willen. Daar moet je het niet op aan laten komen. Nou, Karin, ik begrijp dat dat een zorg kan zijn. Ja. Wellicht kun je nog even een oproep doen voor de luisteraar, voor de kijker. Ga in ieder geval als je kinderen hebt of met ouderen die in een vergelijkbare situatie zitten, ga daar eens mee aan de praat. Van, goh, denken jullie daar wel eens over en hebben jullie daar ideeën over? Kunnen wij samen misschien iets bedenken? Je ziet tegenwoordig heel veel, zoals ze dat dan knarrenhofjes noemen. Nou, dat soort initiatieven, dat juich ik heel erg toe. Dat vind ik een prachtig initiatief. Want dan zit je de behoeftes die mensen, gelijksoortige mensen hebben, die kun je koppelen, die kun je clusteren. Ja. Dus ga
ga daarmee aan de praat, met je kinderen ook. Wat verwacht je van je kinderen? Wat kunnen jouw kinderen bieden? Wat willen jouw kinderen bieden? Ga daar eerlijk met elkaar over in gesprek. Oké, okay. Nou, dankjewel voor dit gesprek, Karin.